We hebben een voorstel gedaan om een energiefonds op te richten in Almelo. En dat is bedoeld om dan vanuit het geld gemeentelijke gebouwen te voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen of van isolatiemateriaal. Zodat we in die gemeentelijke gebouwen minder energie gebruiken, waardoor die energierekening lager is. En de bedoeling is dat het geld dan, wat daarmee verdiend wordt, ook voor een deel weer terugstroomt in dat fonds. Zodat jij de volgende projecten meer kunt aanpakken bij andere gebouwen. En dat heeft alleen maar te maken met overheidsgebouwen? Nou, in eerste instantie wel. Of waar de overheid bij betrokken is. Bijvoorbeeld bij de Sport BV van Almelo. En het zwembad, dat soort gebouwen. Maar ook onze sporthallen, scholen. Dus overheid, semi-overheid. Technisch zijn er best wel wat hobbels nog te nemen. Maar ik heb ook gevraagd om een aantal dingen te onderzoeken. Daar gaat die motie over volgen. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Dus niet dat ik het al helemaal in een blauwdruk klaar heb. Het gaat terug naar het college, of een verzoek aan het college, om dit te gaan onderzoeken. En dan bij de raad terug te komen en te overleggen of dat een goed idee is. En u heeft er ondertussen een meerderheid voor? Ja, ik zit al boven de 20 stemmen van de 35. En we hebben ook een financieringsvoorstel gedaan. En dat is de verkoop van de Innexis aandelen, die Almelo nog heeft. Dat is nog een uitvloeisel van de Essent. Destijds, of daarvoor de IJsselcentrale, zo mensen nog herinneren, maar ja, die kunnen we verkopen, eventueel aan de provincie. En dan hebben we een financieringsbron voor dat fonds. Ja, nou, dit fonds kan je op zich natuurlijk jaren mee doorgaan, zolang je maar zorgt dat er in dat fonds steeds weer geld terugvloeit vanuit de initiatieven die je hebt genomen bij die overheidsgebouwen.